zijn hier met Mr. Didou. Sowieso een echte Amsterdammer. Hij moet tegen een Rotterdammer vechten. Tegen Ilias van Bukhari Gym. Ik kan je nu al vertellen dat dit een toppartij wordt. Een en al spektakel. Want Didou ken ik al een tijdje. En sinds dag 1 dat hij vecht is hij gewoon... Oh, je bent aan het interviewen. Kom, maakt niet uit. Hoort erbij. Bro, rustig aan. Hoe denk je dat die partij morgen gaat zijn? Ik voel me nu al, ik krijg er nu al hitte van. Gewoon, ik weet het al. Ik krijg er nu al hitte van. Vertel over morgen, vertel die mensen wat ze nog niet weten. Ik weet dat. Zoals jullie al weten, ik ben jarenlang ongeslagen. Ik ben een vechter die alleen maar naar voren gaat, die altijd voor spektakel zorgt. Ik ga nu een gewicht hoger. Ik heb jarenlang op 67 kilo gevochten. Heb ik met succes afgerond. Ik ben nu naartoe aan een ander gewicht. Word ouder, mijn spieren worden volwassener, ik word sterker. Dus ja, we gaan 72,5 ook laten zien wat we waard zijn. Dus het wordt een mooie pot morgen, man. Succes aan mijn tegenstander. Mogen de beste winnen, maar ik kom op te slopen, dat weet ik sowieso. Sowieso morgen alleen de winnaars ondervragen. Dat is tegen ons gezegd. Dus mijn vraag aan jou, zullen wij jou ook ondervragen? Ja, tuurlijk. Sowieso, man. Ja, dat zeg ik al. Soldaat, succes. Ja, dat. Thanks, man. Woes.